Helemaal vandaag weer een nieuwe video voor jullie en dit keer is het weer een Q&A. Ik heb dit naar mijn idee al best wel lang niet gedaan, dus het is gewoon weer tijd om wat vragen te beantwoorden. Wat ik aan jullie heb gevraagd via Instagram. Nou doe ik dit wel vaker op Instagram, maar eigenlijk niet meer zo vaak op YouTube en ik dacht, daar moet verandering in komen. Want sommige mensen die me op YouTube volgen, volgen me niet op Instagram. Dus, voordat deze video begint, doe natuurlijk vast dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal hier onder deze video. En om geen video te missen, klik eventjes op het belletje, zodat alle meldingen aanstaan en je een melding krijgt als er een nieuwe video online komt. En laten we snel gaan beginnen. Ik heb hier de vraag, wat is het duurste wat je ooit gratis hebt gekregen? Even denken. Nou heb ik niet per se één ding dat ik heel duurste gratis heb gekregen. Maar wel zeg maar voor één samenwerking denk ik dat het kleding was. Van Chiquelle heb ik gewoon standaard een samenwerking mee en daar mag ik altijd kleding voor uitzoeken. En dat is soms best wel duur. Nu heb ik ook wel eens een koptelefoon gehad van Sony van 300 euro of even denken... Nee, ik weet het niet. Het is waarschijnlijk niet één product. Maar meestal bij een samenwerking kan je wel meerdere dingen uitzoeken. En ik denk dat dan in totaal gewoon kleding was dat dan op een wat hoger bedrag uitkwam. Nou weet ik niet precies wat het hoogste is. Maar ik denk dat het dan tegen de 1000 euro aantikt. Wat echt heel veel is. Echt bizar. Oké, ik werd eventjes gestoord. Maar we kunnen weer door. Maak je YouTube video's helemaal zelf? Nou, vind ik een goede vraag. Sorry, even mijn camera goed zetten. Ja, eigenlijk wel. Ik film zelf, ik edit zelf en ik zet het zelf online. Dus ja, ik doe mijn YouTube-video's zelf. Nou heb ik wel eens dat ik mijn moeder om hulp vraag als ik bijvoorbeeld geen video-idee of zo heb. Of dat ik het even aan mensen om me heen vraag van, joh, wat kan ik eigenlijk opnemen? Maar in het algemeen maak ik gewoon eigenlijk al mijn video's zelf en Instagram-foto's plaats ik zelf. Alles doe ik eigenlijk zelf. Wat is je duurste aankoop qua kleding? Mijn duurste aankoop... Wat een moeilijke zin. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Wat is je duurste aankoop qua kleding? Mijn duurste aankoop zijn Gucci schoenen. Nou, vind ik het eigenlijk, wat ik ook al eerder in een interview bij Club Hubbe gezegd, eigenlijk best wel lastig om geld uit te geven. En dan heb ik het niet over kleine dingen, maar ik vind het best wel lastig om bijvoorbeeld de schoenen te kopen van 900 euro. Nou, werken natuurlijk hard voor en... Doe ik, zoals ik al zei, eigenlijk alles zelf. Dus mag ik soms best ook wel wat duurdere dingen kopen. Maar toch vind ik het wel erg lastig. Omdat ik toch wel denk van, ga ik het dragen? Is het zonde? Want ja, het is wel opeens 900 euro weg. Maar het zijn Gucci schoenen van 900 euro. Komt hier eventjes nu een fotootje. Dat zijn ze. Het zijn echt prachtig, al zeg ik het zelf. Welke kleur zou je haar nog wel eens willen doen? Ik wil het heel graag nog een keer... Een soort van lichtroze. Dat lijkt me echt super mooi. Een beetje zo'n champagne kleur. Dat wil ik heel erg graag. En balayage vind ik ook heel mooi. Dus champagne en balayage. Wat is je lievelingsjurk? Nou, is dit natuurlijk per moment verschillend. Maar ik heb dus vandaag een nieuw jurkje binnengekregen van Yill Store, als ik het goed uitspreek. Het zal eventjes hier in beeld komen. En dat is dit jurkje. Echt mega cute. Kijk, ik ben echt verliefd op dit jurkje. Hij is zo mooi, zo schattig. En ja, een van mijn favoriete jurkjes. Draag je elke dag make-up? Nou, het is niet dat ik zeg van zonder make-up ga ik niet de deur uit. Maar eigenlijk heb ik altijd wel wat make-up op. Maar dat is ook gewoon omdat ik niet zoveel slaap en zeg maar dan eruit zie alsof ik 3 jaar niet heb geslapen. Dus met mijn make-up probeer ik het ietsjes minder te maken. Maar eigenlijk draag ik dus altijd wel make-up, maar ik voel me niet verplicht dat ik make-up moet dragen, om het zo te zeggen. Maar haar is zo pluizig. Oh my gosh. Wat mag zeker niet ontbreken in je koffer als je op reis gaat? Wat bij mij niet mag ontbreken. Ja, ik kan natuurlijk kleding zeggen, maar dat is iets voor de hand liggend. Dus ik ga voor je haar. Ja, ik ga voor een borstel. Of een make-up remover. Nee. Of een tandenborstel. Een tandenborstel. Stel je zou niks mogen kopen daar... Dan zou ik het liefst niet mijn tandenborstel vergeten. Want dan heb je wel een beetje een probleem. Appel of peer? Appel. Wel groene appels. Granny Smith, no spawn. Maar dat zijn de lekkerste appels ooit. Sponsor mij alsjeblieft even. Heb je een bijbaantje? Nou, naast YouTube heb ik geen baan. Maar eigenlijk is YouTube gewoon mijn werk natuurlijk. Dus ik heb ook geen bijbaantje nodig. Al zou ik het wel heel erg leuk vinden. Want ik vind werken oprecht heel erg leuk. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Wat kan je nu minder snel doen sinds je bekend bent? Ik kan mezelf namelijk niet bekend noemen. Maar ik merk wel inderdaad dat ik herkend word.
Maar wat ik nu minder kan doen, is denk ik dingen op Instagram zetten een beetje die niet echt soort van verantwoordelijk zijn. Niet dat ik mega rare dingen doe. Maar ik moet nu best wel letten inderdaad op wat ik op Instagram zet. Maar het is zeker niet dat ik mega rare dingen doe dat ik dat niet op Instagram kan zetten. Maar soms denk ik, oh, kan ik dit erop zetten? Kan ik het er niet op zetten? Dus ik denk dat dat het een beetje is. Maar in de meeste gevallen zet ik dat er wel op. Maar als ik echt iets moest kiezen, dan zou dat het denk ik wel zijn. Wat is het gekste dat een fan ooit aan je heeft gevraagd? Nou, het was niet per se aan mij. Maar we hadden laatst een meet and greet. En toen vroeg een... Nou, ik was met Levi en Nikki. En toen vroeg iemand aan Levi of hij een kus op haar mond wilde geven. En nu was dat niet per se met mij, maar ik vond het best wel apart. Like, nou, ik weet niet. Ik vind niet echt, tuurlijk, als je iemand een knuffel wilt geven of zo. Maar ik vind niet dat je zomaar kan vragen van, yo, kan je me een kus op de mond geven voor een foto? Dat vond ik al een beetje ver gaan. Nou, snap ik natuurlijk als je mega fan bent van iemand dat je misschien denkt van, nou, vraag kan altijd. Maar dat is dan denk ik wel het gekste wat ik heb meegemaakt, waar ik in ieder geval zelf bij was. Liever 100% batterij op je telefoon hebben of altijd wifi? Ik denk dan 100% batterij. Want je kan niet altijd een powerbank bij je hebben, maar je kan wel. Ja, kijk, je kan batterij niet kopen, zeg maar. Je kan een powerbank kopen, maar je kan niet een batterij kopen. Dus dan zou ik gewoon voor een onbeperkt 4G abonnement kiezen, maar dan wel een volle batterij. Doe je een sport? Nee, ja. Wat is je BMI? Oké, we gaan kijken. BMI berekenen. Je gewicht. Je lengte. Bereken je BMI. Oei. Op basis van je lengte, 1,65, en je gewicht is je body mass index dat je obesitas hebt. Er staat letterlijk een BMI van een lang getal betekent dat je volgens de body mass index obesitas hebt. Je valt in de categorie overgewicht die echt schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Heb ik iets fout gedaan? Ik heb obesitas? Oh! Ik heb een foutje gemaakt. Er stond je lengte in centimeter. Dus ik heb ingevuld dat ik 1,65 centimeter ben. Maar we gaan het opnieuw doen. 165 centimeter. BMI van 18,4 betekent dat je volgens de body mass index ondergewicht hebt. In jouw geval mag je dus gerust iets aankomen om gezonder gewicht te komen. Nou, laten we kijken. Ja! Dacht het niet, hè? Dit is zo naaiend. Ik ga het jullie laten zien. Ik zit letterlijk hier. Dit, ik ben 1,65. En dit is letterlijk de overgang van ondergewicht naar gezond gewicht. En dan zegt ze dat ik ondergewicht heb. Ah, Nou, dit was de video. We gaan hem hierbij afsluiten. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan natuurlijk dat duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier onder deze video. Wil je dat ik vaker Q&A's doe? Eén keer normaal of zo. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!